Het is het duurste WK ooit. En waarschijnlijk ook het meest controversiële. Het WK-voetbal in Qatar. En naar verluidt duizenden doden. Het gaat om geld. Je had er überhaupt al niet moeten gaan. In Qatar wordt maar een paar weken gevoetbald. Maar daar gaat er wel een jarenlange discussie aan vooraf. Over mensenrechten. Veel mensen maken zich daar zorgen om. Maar volgens de FIFA valt het allemaal wel mee. Hoe zit het nou precies? Tot nu was het WK van Brazilië het duurste, met een rekening van 15 miljard dollar. Maar kijk eens naar Qatar. Zij geven wel 220 miljard uit aan de organisatie van het WK. Een astronomisch bedrag dus, vergeleken met andere toernooien. Waarom is het verschil zo groot? Qatar is geen traditioneel voetballand en moest daarom heel veel geld uitgeven aan de bouw van stadions die er nog niet waren, zodat ze het toernooi überhaupt konden organiseren. Ook stampt Qatar voor het WK ongeveer een hele nieuwe stad uit de grond. Met nieuwe hotels, wolkenkrabbers, een metronetwerk en zelfs een nieuw vliegveld. Qatar heeft namelijk een missie. Het land wereldwijd op de kaart zetten. En daar was het organiseren van een sportevenement als het WK een uitgelezen kans voor. De 2022 FIFA World Cup is Qatar! In 2010 krijgt Qatar dus het WK toegewezen. En dat was opmerkelijk, want het piepkleine land heeft dus geen grote voetbalachtergrond. En de locatie helpt ook niet mee. Met zeker 40 graden in de zomer is het dan veel te heet om te voetballen. Daarom moest het toernooi naar de winter worden verplaatst, omdat het dan een stuk koeler is. Bij die toewijzing begon het al, met het ene omkopingsschandaal na het andere. Van de 22 FIFA-leden die mochten stemmen, werd later de helft beschuldigd van corruptie. Inclusief de toenmalige baas, Sepp Blatter. Veel mensen riepen op om het WK weer bij Qatar weg te halen, maar dat gebeurde niet. En dus begon het land aan die mega-bouwoperatie. Hoe ze dat doen? Met behulp van 2 miljoen arbeidsmigranten. Als je opzoekt hoeveel mensen in Qatar wonen, dan vind je een getal van 2,8 miljoen. Maar 95% van de beroepsbevolking is arbeidsmigrant en komt dus niet uit Qatar. Maar uit landen als India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en de Filipijnen. Je ziet dan ook dat de bevolking van Qatar de laatste 20 jaar enorm is gegroeid. Naarmate het land steeds rijker werd, migreerden er miljoenen mensen naartoe op zoek naar werk. Zij werken in de landbouw, of als huishoudelijke hulp voor rijke mensen uit Qatar. En heel veel mensen werken dus in de bouw. En daar hebben ze het zwaar te verduren. Arbeiders slapen hutje-mutje op elkaar, hun paspoort wordt afgepakt en ze krijgen te laat betaald of zelfs helemaal niet. En die enorme hitte, waar niet in gevoetbald mocht worden, daar moeten zij wel hun werk in doen. En dat heeft grote gevolgen. Volgens The Guardian zijn meer dan 6500 arbeiders overleden in Qatar sinds het land het WK kreeg toegewezen. Maar de FIFA, die zegt iets heel anders. Well, it's simply not true, because the real figures are 3 persons passed away. 3 doden dus. President Infantino van de FIFA baseert zich zeer waarschijnlijk op een rapport over werkgerelateerde ongevallen bij de bouw van stadions. En daarbij zouden 3 mensen zijn omgekomen. Maar The Guardian deed zijn onderzoek heel anders. Zij keken naar hoeveel migranten er sinds 2010 overleden in Qatar en kwamen zo op een getal van 6751 doden. Ze namen daar alleen niet alle landen in mee waar migranten vandaan komen en zeggen dus dat het getal nog veel hoger kan liggen. Volgens andere bronnen mogelijk wel op 15.000 doden. De meeste van deze arbeidsmigranten stierven officieel een natuurlijke dood, vaak door hartproblemen. Maar als je bedenkt dat het gaat om relatief jonge, gezonde mannen, dan zeggen hulporganisaties dat de slechte werkomstandigheden wel de oorzaak moeten zijn. Maar veel daarover blijft onbekend. Ook al omdat Qatar nauwelijks onderzoek doet naar de precieze doodsoorzaak van deze mensen. Veel landen voeren nog steeds felle discussies over hoe met het WK om te gaan. Zijn grote schermen om de wedstrijden te kijken bijvoorbeeld wel gepast? Of moet er een disclaimer komen bij uitzendingen? Ook was het lang de vraag of de koning of het kabinet wel moesten afreizen naar Qatar. De Tweede Kamer vindt van niet en 65% van het Eén Vandaag opiniepanel is het daarmee eens. En toch kiest het kabinet ervoor om wel te gaan. Zij vinden dat een boycott van het WK niets oplost. Er is nu juist aandacht voor de rechten van migranten in Qatar en ze hopen dat dat iets kan veranderen. Maar u staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal. En dan is er nog iets.
Omdat we minder afhankelijk willen zijn van Rusland, hebben we Qatar ook simpelweg hard nodig voor heel veel grondstoffen. In ieder geval wordt het dus niet alleen maar voetbal kijken deze winter. Want die felle discussie over wat er gebeurt in Qatar zal nog wel het hele toernooi door blijven gaan.